Omdat jong en oud aan hun trekken moeten komen, zijn er de kindervissen. Een groep van 20 medewerkers zorgt ervoor dat de kinderen allerlei mogelijkheden hebben. Ze krijgen een eigen ruimte met aangepaste voorzieningen, eigen bonnen, broodje pindakaas, gratis ranje uit de tap en een eigen podium. Verder zijn er allerlei voorstellingen speciaal voor kinderen. Get out of here!
In het kinderprogramma vinden we ook het thema van de vredesbeweging terug. Zo wordt het kinderprogramma afgesloten met een optocht over de Vrijthof, waarna er honderden ballonnen worden losgelaten naast de kerk. Aan de ballonnen hangen vredesboodschappen, die door de kinderen zelf geschreven en getekend zijn. Thank you.
we spreken elkaar daar dan weer. Hey, heb je een bon? Ja, of... Goed, Pauline, waarom bij jou even praten over de vrijwilligers die hier allemaal werken. Een van de kenmerken van de Big Vissen is dat het helemaal op vrijwilligers draait. En jij bent degene die dat zo niet alleen vandaag, maar ook in de voorbereiding nogal in de gaten houdt en probeert daar wat van op poten te zetten. Hoe doe je dat nou? Nou, Albert doet dat dus met mij samen. Ja? Wij zijn onder andere ook een heleboel jongerencentra af geweest. Ja? Net zoals de ploeg in Oostschot en de spons in Oosterwijk. Utopia in Udenhout en Balen-Nassau zijn we geweest. En in Torenhoekske bij het Lenschot. En die mensen hebben een hele ploegleven om achter in bak te staan. Zes een dag mee zijn alle aan het werken zijn ook. En daar wij ook zien van de jongerencentra die staan er ook achter. Waarom vinden die mensen dat nou zo leuk om dat hier te doen? Ja, ik snap het ook niet goed hoor. Het is heel hard werken, maar we krijgen wel zoveel mensen die mee willen. Ja, blijkbaar is het toch heel leuk om het te doen. We hebben nog een heleboel reservetafels ook dus. Ja. En we zitten al aan 400 mensen met z'n allen. Ja. Wat zijn wel voor dingen te doen door die vrijwilligers? Ja, bedankt. Nou, er werken een heleboel mensen bij het kinderprogramma, zo'n mannen 25. Met die kinderen van alles kleuren en maken en sminken en ranja tappen en zo. Er werken mensen achter de kassa, niet de middenstand van Beek zit er ook tussen, die wij dan kennen. En 75 mensen ongeveer werken bij het voedsel, die komen brood smeren, staan achter de barbecue en achter broodstenten. Een aantal mensen zitten op het secretariaat, achter de podia, per podia zo'n man of vijf. De nachtploeg hebben we ook nog. Die bewaken hier 3 nachten lang en dagen. De Vrijthof en de Varkensmarkt, staan ook zo'n 15 mensen. Wie hebben dan nog meer? De bar, Jan. Ah, de bar, hoe waren we dat? 275. Dat wil zeggen eigenlijk, barwerk dat is wel het interessantste. Daar zijn we ook mee. Deze is niet zozeer het interessantste, maar daar hebben we de meeste mensen. Ja, de meeste mensen. Nou. Oké, goed. Jij bent de penningmeester van het hele gebeuren. En aan jou stel ik daarom ook de vraag, waar doen jullie er nou eigenlijk allemaal van? Want het is al een onderneming. Ja, dat klopt ook inderdaad wel. Nou, wij doen in eerste instantie iets wat op een gewoon bedrijf lijkt. Hè? Dus kosten maken, investeren en van daaruit proberen om dat terug te vangen. Door verkoop, zoals hier gebeurt met bier en uiteraard ook met eten. Hè? Maar wij hebben gewoon een heel andere instelling als een bedrijf uiteraard. Gewoon de instelling is ideaal. Ten eerste is bij ons de bedoeling gewoon om gewoon kostendekkend te werken. Dat we gewoon de grond komen en dat vinden we verder prima. Wij werken niet met geld van buitenaf. Wij krijgen geen subsidie en we willen ook geen subsidie. Wij werken ook niet met sponsors, ook niet met mensen die gewoon veel geld willen neerleggen voor reclame. We willen gewoon alles zelf